Het zou leuk zijn als jullie hebben of dit een soort tv-opname is ofzo. We hebben namelijk een aantal hele gave gasten vanavond. En we hebben pauzes. En in die pauzes kun je drinken en oude horen. En straks ook met die cup op de foto. En in die tussenliggende periode hebben we steeds een half uurtje de tijd om volgens mij hele leuke gesprekken te voeren met hele leuke voetballers. En ik denk ook dat zij de aandacht verdienen die zij van jullie gaan krijgen zo meteen. Een mooi feestje in de verjaardagsweek van SMW voor ons. Volgens mij hebben we een paar mooie activiteiten gehad. En vanavond één in de IJsselmeerwolders kroeg, zeg maar. Er staat een camera, dus mensen die vergeten zijn te komen, die kunnen er nog terugzien. Maar het is natuurlijk veel leuker als je erbij bent. We hebben vanavond een topspits, een topkeeper en een topscheidsrechter in ons midden. En ze gaan alle drie aan het woord komen. En eigenlijk hadden we net de camera al aan moeten zetten toen we even een voorgesprekje zaten te voeren. Want de anekdotes die de mannen hebben, die zijn meer dan de moeite waard. Hopelijk blijven ze straks nog even, zeg maar, na de show, want dan komt het misschien pas echt los. Hopelijk in het gesprek ook natuurlijk. We hebben later op de avond nog een loterij met een paar mooie prijzen. Volgens mij een VIP-arrangement van FC Utrecht. Dus die kun je straks nog winnen. De loten worden straks verkocht en aan het einde van de avond is één van jullie de gelukkige winnaar daarvan. Het is belangrijk om te melden dat deze avond nooit tot stand was gekomen zonder een grote groep vrijwilligers bij IJsselmeervogels. En zonder mensen tekort te doen zou ik Arie, ik snap niet waarom ze jou Bolle Arie noemen, ze moeten jou Actieve Arie noemen. En Patrick van der Bos, die twee die hebben voor deze avond in ieder geval extra inzet getoond. En Arie belde mij een tijdje terug, nee, we spraken elkaar in Sponsorroom en dat idee had hij en dat moest gebeuren. En uiteindelijk, hij regelt het allemaal. Onder andere de gast die ik graag aan jullie wil voorstellen. En eigenlijk zou iemand anders deze tekst voorlezen. Maar die kon helaas hier vanavond niet zijn. Ben Schaafsma. Maar ik probeer eerst stand-in voor hem te zijn. Edwin van der Sar niet. Manuel Neuer niet. Petr Cech niet. En zelfs Jos de Feiter niet. Geen van deze keepers heeft in 3 achtereenvolgende Europacup finales de nul gehouden. Hein Stuy wel. Het is alsof je Messi en Ronaldo tegelijk in je kantine hebt zitten. Als je de naam van Hein Stuy googelt, zou er eigenlijk eventjes het geluid van een trompet door je speakers moeten schallen. Helaas, niks van dit alles. Je krijgt vrijwel meteen de bijnaam van deze fantastische keeper in beeld. Heinz Kroket. Het zou verboden moeten worden. Dat vind ik persoonlijk. En daarom zeg ik, meneer Stuy, hartelijk welkom in Spakenburg. Eén troost, hier raakt een mens ook eigenlijk nooit zijn bijnaam kwijt. Hoeveel die ook heeft bereikt. Dames en heren, Hein Stuy, 45 jaar geleden. Dus hoe kwam je binnen met die cup op een week na? Nou ja, ik wil me dan eerst even voorstellen. Ik ben Hein Stuy. Ik ben geboren in Duitsland in het Ruhrgebied vlakbij Gelsenkirchen. Ik ben 71 jaar. En mijn vader had Nederlandse nationaliteit en mijn moeder was Duits. We zijn in 1952 naar Nederland gekomen in de gemeente Velzen. Waar ik op school ging als jonge jongen al heel vroeg talent had om te voetballen. En uiteraard om doelverdediger te worden. Met 16 jaar was ik eerste keeper bij VSV. Die speelde in de tweede divisie. En na een aantal jaren promoveerden we naar de eerste divisie. Daar werd gefuseerd en werd het Telstar. In Telstar heb ik ook 4 seizoenen gespeeld. En toen kwam Ajax om de hoek kijken die mij wilde hebben als goede reservekeeper achter Gert Bals. Dat heb ik 2,5 jaar gedaan en toen heb ik mijn kans gekregen om in het eerste elftal te komen. En dat was 1971. En voor de mensen die niet weten hoe die eruit zag. Dit was Hein Stuy, zeg maar, ergens in die tijd. Hadden jullie andere kleur shirtjes dan geel voor de keeper? Nou, dat is ook een verhaal. Ik heb een geel shirt, want dat had Gert Bals ook altijd aan. Want Michels had een keer het verhaal verteld dat als een doelverdediger een geel shirt aan hebt, of althans een felle kleur, dat de aanvaller die de bal hebt en de bal misschien voor het inschieten, daarvan zou schrikken als je ineens voor hem staat. Dus toen ik opgesteld werd, heb ik stad en land afgelopen om nog een geel shirt te bemachtigen. Uiteindelijk is het een gele trui geworden die ik aantrok, waarop de spelers die
die mij zagen in die gele trui. Hij zegt, ga jij Gert Bals naapen? Ja. Maar het is een gele gebleven volgens mij zo'n beetje de hele tijd bij Ajax, of niet? Ja, ik heb die gele trui, nou ja, en de zwarte broek, daar kon je mee in uittekenen. Alleen had ik een ander shirt aan als de tegenpartij in het geel speelde. Zoals Arsenal wel eens deed. En ja, er waren nog een paar clubs. Maar er was nog een ander shirtje voor je? Ja, dan had ik een andere keeperstrui. Je kwam bij Ajax spelen, toen werd je prof. Keeper, profvoetballer. Ja. Kwam het geld toen al met bakken binnen? Nou, het eerste seizoen dat ik bij Ajax speelde was ik nou min of meer semi-prof, want ik moest 's avonds trainen met het tweede elftal. En ik was zaterdags bij het eerste en zondag ging ik mee als reservekeeper. Dat heeft 1 jaar geduurd. Maar Michels wilde het helemaal ombuigen naar professionals. Hij vond het al erg dat de spelers van het eerste elftal, zoals Jacques Zwart en Benny Muller, die een sigarenzaak hadden, en Tony Pronk, die een sportzaak hadden, nog bleven werken. Want Michels vond dat je alle aandacht op het voetballen moest richten om tot een topprestatie te komen. Ja, had hij ergens wel gelijk in. Want hij heeft het totaalvoetballen in de wereld geholpen en hij heeft geprobeerd om in elke linie, zowel in de voorhoede op het middenveld als in de achterhoede, klassespelers te creëren. En ik vind dan persoonlijk dat een trainer die dat kan en dat doet, een klassetrainer is. Want een trainer is er om een voetballer beter te maken. En als dat niet gebeurd is, dan heeft de trainer min of meer gefaald. En Michels kon dat wel. Meer dan of beter dan een andere trainer in die tijd? Of hadden jullie gewoon een supergoeie samenstelling van het team? Nou, hij had natuurlijk heel veel oog voor jonge talenten en die hij in kon passen in het elftal. Hij had natuurlijk ook spelers die kwamen en die mislukten. Die kwamen helemaal niet aan bod. En ja, dat was erg moeilijk voor die spelers. En die haakten dan ook af. En daar was hij ook drastisch in. Want als hij even zag dat het niet ging, dan serveerde hij ze af en dan konden ze vertrekken. Zo hebben we natuurlijk ook meegemaakt toen met de verloren finale tegen AC Milan in Bernabeu Stadion. Waar je met 4-1 klop krijgt. Dat hij heel ontevreden was over het resultaat. Waarbij de achterhoede de 4 om de oren kregen. En hij Theo van Duivenbode liet vallen, die toen naar Feyenoord is gegaan. Ja, en dat was wel typerend voor de Michels. Stond Stuy nog niet op doel toen? Nee, toen stond Stuy nog niet op doel. Ik ben pas op doel gekomen toen de grote successen begonnen. En daar heb ik ook mijn aandeel in gehad. Oh. Ja. Wel, toch. Nou ja, dat zullen de meeste mensen ook wel weten. Want toen ik in het eerste elftal kwam, is er een record gevestigd van 1082 minuten dat ik onpasseerbaar was en in de competitie geen doelpunt tegen kreeg. Ja, ik had er helemaal geen notie van, want ik stond daar als keeper om die ballen tegen te houden. En ik laat er gewoon geen één door vandaag en dan is hij weer klaar. Weet je wel, dan kon ik even weer lachen met Michels en Michels begon te zingen. Weet je wel, Droomland en nog eens wat van die liedjes. Ja, dat was fantastisch. Maar op een gegeven moment zegt er zo'n journalist, zo'n schrijvende journalist. Ik denk dat die van de Tijd was of zo, een of andere krant of Parool. Die zegt, Stuy, weet je wel dat je al 6 weken lang niet gepasseerd bent en geen doelpunt tegen hebt gehad? Ik zeg, nou joh, daar heb ik helemaal geen erg in gehad. Ja, hij zegt 6 weken. Dus wat deed ik? Krol, Zuurbier, Hulshoff. Ik zeg, jongens, 6 weken hebben we de nul gehouden. Laten we het nog even volhouden. En loopt niet zo ver naar voren. Dus ik heb die jongens geïnstrueerd. Want dan ging Zuurbier naar voren. Dan ging Krol naar voren. Want we speelden totaalvoetbal. En als Zuurbier en Krol naar voren ging, was het oorlog. Hè? Want dan riep ik er 1 terug. Want dat kon niet. Want er moest altijd eentje moest de rugdekking geven. Nou, dat hebben we dan tot bijna 12 wedstrijden volgehouden. En vlak voor het eind van dat record, dat het gebroken, dat was dan de wedstrijd tegen Feyenoord. Die werd op zaterdagavond gespeeld in het Olympisch Stadion. En er scoorde Over Kienval tegen me. En toen was ik het, dat was het einde oefening. En, de woensdag erop moesten we tegen Panathinaikos in Wembley spelen. Ja. Europa Cup finale. Europa Cup finale.
En toen zegt na afloop, zegt Michels, joh Heinz, je hebt zo ver uitgelopen elke keer. Want elke keer stond er een Feyenoorder alleen voor me. En dan liep ik uit tot ver buiten het strafschopgebied om die bal te onderscheppen. Hij zegt, als jij de nul houdt tegen Panathinaikos, dan mag je de laatste wedstrijd van de competitie tegen Go Ahead Eagles, mag je voor mij voetballen. In de spits? In de spits. Natuurlijk. Nou, ik zeg, dat is goed. Maar ja, wij winnen met 2-0. We komen met die cup naar huis. Dat was een sensatie gewoon. En toen zegt die Michels tegen me, zaterdagmorgen, voordat we naar Go Ahead vertrokken, naar Deventer. Hij zegt, je moet spelen hoor. Ik zeg, nee, dat doe ik niet, ik ga toch niet spelen. Ja, hij zegt, wedden is wedden. Hij zegt, spelen. Dus die heeft mij opgesteld. Dan had je die trainer, de trainer van Go Ahead was toen Barry Hughes. En die stond in die catacombe te schrijven, the fucking goalkeeper is playing in de spits. Ja, dat was ongelooflijk. Die kon daar helemaal niet tegen. Ja, we verloren ook met 4-1 die wedstrijd. Maar ja, we hadden die Europa Cup hadden we binnen. We werden geen kampioen. Feyenoord werd kampioen. En omdat je de Europa Cup wint, mag je het jaar erop weer meedoen aan de Champions League. Dat is deze? Dat is deze Europa Cup. Ja. Alle namen staan erop, zie ik. Aan de achterkant. Ik kan straks rustig kijken. Nou ja, die hebben we gevuld met bier en bakootjes en... Zin tonic hebben we die gevuld en dat is allemaal opgegaan. Wel. Er zit niks meer in. Jammer jongens. Je moet zelf kopen vanavond. Ja. De beker is leeg. Ja. Hadden jullie op de een of andere manier erop gerekend dat je dat succes zou halen? Groei je daar naartoe als team? Voel je dat dan kan of zo ergens op een bepaald moment? Nou ja, als je natuurlijk weet dat als wij al een Europa Cup finale hebben verloren, ja. Dat het team toch al rijp was om zo ver door te dringen in Europa, om dat te behalen, was uniek in Nederland, was dat. En dan te bedenken dat Feyenoord het jaar erop tegen Celtic in Milaan de Europa Cup wint, nou dat had toch niemand verwacht, hè? Maar ze flikten het wel. En nou ja, vanuit die situatie... was de moed zo groot geworden dat wij dus ook probeerden dat resultaat te behalen. En dat is ons gelukt. Want Feyenoord die mocht toen natuurlijk door het winnen van de Europa Cup mochten ze het jaar erop ook starten in de Europa Cup. Maar die vlogen toen uit tegen Benfica volgens mij. En dat was met een grote Nederland met 5-1 in de uitwedstrijd. Jullie hadden de finale, wonnen die finale, beker vol met drank terug naar huis. Amsterdam op zijn kop. Ja, dat was fantastisch. Dat was ongelooflijk in dat Wembley. De Holy Ground noemden ze dat toen. De Holy Ground. Hè. Als je daar mocht spelen, dat was ongelooflijk. 100.000 mensen, 100.000 toeschouwers. Ik denk dat er de helft was Ajax supporter die daar zaten. Nou, dat was sensationeel. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. En dan gaat er wel wat door je heen als je dat stadion loopt. Je komt niet van onder de tribune het stadion, maar van achter het doel kom je dat stadion in. En dan gaan de rillingen door je heen. En, ja, dan denk je alleen maar aan één ding, dat je wil winnen. En dat hebben we gedaan ook. We zijn nog heel lang in het stadion gebleven. Want in die tijd was het nog dat je moest eten s'avonds met je tegenstander. Nou, dat was, samen aan tafel? Ja, daar zat je, de ene kant zat Panathinaikos en de andere kant zat Ajax. Daar zaten we zo'n Engelse prime rib te eten, weet je wel. Nou ja, dat was net een schoenzal. En dat hoorde erbij in wezen. Zij zei het smeten met zijn vies natuurlijk? Nee, wij waren professionals. Wij hadden gewoon het fatsoen om dat niet te doen. Oké. Wedstrijd gewonnen, toen terug naar huis? Toen terug naar huis. Nou ja, gek huis. Het begon, begon al op Schiphol begon het al. Dat was een mensenmassa, dat was niet over. Toen met de bus naar eerst naar het Ajaxstadion, van het Ajaxstadion naar Schouwburg. Nou, ik geloof dat daar 150.000 mensen stonden daar op het plein. Ja, en dan wilden ze die cup zien. Nou, die jullie nu hier zien, dat is, die hebben hun toen ook gezien. Daarna win je hem nog 2 keer. Ja. Hoe groot is, daar ben ik al benieuwd naar, want ik ben een beetje Cruijff-fan. Hoe groot is de invloed van Johan Cruijff geweest op dat succes?
Nou, ik zal je vertellen dat de tweede keer, Miros ging weg. Miros ging naar Barcelona. Dat vond ik heel jammer, want het was een goede trainer en hij had mij een kans gegeven om in het eerste te spelen. Maar die gaat naar Barcelona, ja, natuurlijk ook voor het geld. En Kovacs, een Roemeen, klein mannetje, maar heel slim. Ik denk, ja, wat die Miros allemaal hebben opgebouwd, daar moet ik nu gebruik van maken. Ik ga die spelers leren om in twee systemen te spelen. Dus het systeem wat wij altijd speelden al terwijl Miros er was. En een systeem dat als het niet zou lukken, als de tegenstander te sterk zou zijn, om dan over te schakelen. En dat ging vlekkeloos. Het ene systeem was pressing zetten op de helft van de tegenstander en de boel onder druk houden. Maar dat hou je niet zo lang vol, want dat is 20 minuten en dan moet je de teugels weer laten vieren. Maar het tweede systeem is de tegenstander aan de bal laten, op laten komen, tot over de middenlijn en dan de bal afpakken en met een contra-attack een snelle uitval om een doelpunt te scoren. Nou ja, dat was fantastisch. We begonnen natuurlijk met die pressing. Nou, dan hadden we Arie Haan, Johan Neeskens en Gerry Muren op het middenveld. Nou, die waren alle drie onvermoeibaar. Want we begonnen de trainingen in het Amsterdamse bos. En dan was het heuveltje op en heuveltje op en heuveltje op. Daar kwam geen einde aan. Dus die conditie was goed. En het tweede systeem was dan, als de tegenstander erg sterk was, dan liet je ze komen en die kregen dan moed. Die denken van, hey, dat is wel lekker, we zijn in de aanval. En dan kregen ze wat, drie doelpunten achter hun oren. En dan gooiden we het achter op slot. Want hadden we natuurlijk heel goede spelers. In de eerste plaats al Vasavik. Dat was met de eerste Europa Cup. En later kreeg je Blankenburg, krijg je daar als oudspoetser. Dan had je Krol, Zuurbier, Hulshoff in de midden. Nou, die won alle kopduels en die was sterk in de lucht. Maar ook over de grond bijna onpasseerbaar. En dan hadden we natuurlijk die Duitse herders onder, er nog achter. Daar was iedereen bang voor. Als die blafte, dan vlogen ze allemaal weg. Ja, dat was zoals Blankenburg. Dus dan was het 3-0 en dan gooiden we de boel achter dicht en dan kwamen ze er niet meer doorheen. Nou, zo wonnen wij dan onze wedstrijden. Want als ik dan nog eens een keertje kijk in de boeken en die wedstrijden zie, dan zijn er een heel hoop uitslagen met 3-0 en 0-3 in uitwedstrijden. En ja, dat is heel typerend dan voor zo'n situatie. Maar Cruijff? Ja, want je praat gewoon natuurlijk een mooi verhaal. Maar hoe was het met Johan in die tijd? Nou, Johan, ik sliep met Johan op de kamer. Hè? Want Johan sliep in de eerste instantie natuurlijk met Gert Bals op de kamer. En toen ik in het eerste kwam, toen zegt Michels, nou zo en zo, we doen er gewoon jij met Johan. En ik zeg, dat is prima. Ja, Johan was een zenuwpees, eerste klasse. Hij hield niet van rusten en hij zat een sigaretje te roken. Maar ja, ik zeg, Johan, dat kan niet hoor. Ik zeg, die kamer staat blauw van de rook. Nou, hij zegt, moet je luisteren, Hans. Jij komt uit de Muiden, zegt hij. Hij zegt, daar roken ze toch ook makreel en haring? Hij zegt, jij kan daar wel tegen, dacht ik. Ik zeg, ga lekker even bij het raam roken en niet hier in de kamer. Schoon ik zelf af en toe ook een sigaretje rookte hoor, daar niet van. Maar ja, zulke dingen gebeurden dan. En Johan was natuurlijk een fenomeen. Hè? Die kon natuurlijk alles. Johan die was eigenlijk de eerste die probeerde om sponsors binnen te halen. Die boel wakker schudden. Bij Ajax premies losweken. Want de eerste Europa Cup kregen we 20.000 gulden. Johan, dat is veel te weinig. Ik zeg, hoezo is dat te weinig? Ik vind het een hoop geld. Ja, maar Panathinaikos krijgt 100.000 gulden. En een week met Miss Griekenland op een onbewoond eiland. Mm-hmm. Ik zeg, ja, dat zou ik ook wel willen. Maar ja, dat zit er hier in Nederland niet in natuurlijk. Ja. Nou ja, dat waren natuurlijk hele mooie tijden. Maar toen kwamen de eerste sponsors kwamen toen. En ik heb het nou van de week heb ik nog een documentaire gezien van Jan van Beveren. Dat hij dan wegging met het Nederlands elftal. Ja, en dat is door die sponsors gekomen. Want die Cor Koster was dan de zakenwaarnemer van Johan. En die haalde dan die sponsors binnen met grote bedragen. En dat werd gestort bij de KNVB.
En die verdeelden dat dan, ja. En dat was Neeskens, Van Hanegem, Kruijf, Keizer, ja, die kregen het grote portie, de grootste porties. En daar was het Van Beveren en Willy van der Kade niet mee eens. Nou, die gingen weg uit de trainerskamp. Was dat Puma al, of niet? Wie? Puma. Was het, het is toch gedoe met die streepjes geweest? Ja, die nou ja, drie die... streepjes op Adidas streepjes op zijn broek. Ja, nou ja, dat was natuurlijk ook in het spel. Maar dat ging dan om een kledingsponsor. En ja, die Puma Johan wilde dan met twee strepen wel spelen. Maar niet met drie strepen, want dat was Adidas. Dan zal ik je toch vertellen dat Johan gewoon op Adidas voetbalde. Op Adidas schoenen. Johan voetbalde op Adidas schoenen. Maar hij heeft er van die Puma strepen op laten maken. Want ik weet het heel goed, want ik heb die Puma strepen voor hem nog altijd wit gemaakt. Hè? Want ik kwam hier in Baren bij Cordoby, was daar. En die vertegenwoordigde Puma. En die zei dan, hij zie je dat je een busje en had het een beetje witsel om die strepen, want die schoenen van Johan die zagen er niet uit, om die strepen een beetje wit te maken, want dan zien we dat een beetje terug op die televisie. Nou, ik zeg, dat is prima, dat heb ik ook gedaan. Ja, ik kreeg 1000 gulden, nou dat was wel lekker hoor. Maar, schoenen van Johan poetsen? Ja. Ja, dat was mijn eerste sponsor. Maar je hebt zelf ook Puma gedragen, zie ik. Ja, oh inderdaad, ja. Godverdijen. Mooie handtekening, hè? Ja. Ja, Puma en Lecoq Sportief, hè? Dat waren de sponsors. Ja, er zat niks op het rug. Er was geen broeksponsor. Er was geen rugsponsor. Er was, ja. Maar ja, tegenwoordig is het natuurlijk anders, hè? Een groot sponsorfeest. Ja. Hey, als je het over tegenwoordig hebt, hoe kijk je nu naar... kijk je geïnteresseerd naar voetbal, of niet? Ik? Ja? Ja, natuurlijk. Volop geïnteresseerd. Ik ga naar Ajax. Ik heb een seizoenkaart van Ajax. En ik heb een seizoenkaart voor Telstra met de thuiswedstrijden. En daar gaan we heen. Daar gaan we samen met mijn vrouw heen. Zij kijkt met haar ogen open. En ik bij Ajax met mijn ogen dicht. Want het is niet om aan te zien, dat voetbal. Hoe komt dat? Ja, dat komt op een moment. Omdat ik denk dat ze gewoon dat ze het systeem positiespel te ver hebben doorgevoerd, dat ze steeds als ze bij de 16 meter zijn, weer met die bal teruggaan. En je kan er de donder op zeggen dat die Sillissen die gooit die bal heen. Hij schiet hem nooit naar voren. Hij geeft hem aan Veldman of aan die Dijkse. En dan, ja, die moeten er wat mee doen. Maar die bal komt niet over de middenlijn. Dan heb hij hem alweer in zijn handen. Dus ja, dat is het systeem. Nou, ik vind het helemaal niks. Ja. Ze zijn daar geen kampioen geworden. Dat is natuurlijk eeuwig zonde. En dat zal waarschijnlijk een oorzaak hebben. Ik kan dat niet achterhalen, maar wat ik heb gehoord. Dat je voor het kampioen, dat je kampioen wordt. 4 dagen voordat je kampioen wordt. Zijn de spelers 4 dagen vrij geweest. En zijn naar het buitenland. Naar Ibiza gegaan en op vakantie. En Milik is naar Polen teruggegaan. En 4 dagen hebben die gasten feest gevierd. Nou, zo kan je dan geen kampioen worden, hoor. Het spijt me wel. Dan beter een beetje rennen in de Amsterdamse bos. Ja, ja. Helemaal kapot van de heuveltje op. Ja, zo zijn wij begonnen. Dat moesten we. En nou heb ik gehoord dat Peter Bos die komt. En, wat ja, vind die, je ervan? Die gaat ook naar het bos. Ja. Je hebt het uitgevonden. Ja, ja, nou, ja, dat denk ik dan wel, hè. Peter Bos. Nou, hij gaat lekker Amsterdamse bos. Maar ja, het is waarschijnlijk maar 1 dagje. Zie je het zitten met hem? Ja, nou ja, Peter Bos, aardige gozer, Feyenoord achtergrond. Ik heb hem natuurlijk gevolgd bij Heracles. Ik heb hem gevolgd bij Vitesse. En zijn analyses na de wedstrijd. Dat denk ik wel eens, Peter Bos die heeft het voetbal uitgevonden. Dan denk ik, jongen, hoe kom je aan al die wijsheid? Ja, als die wat gevraagd wordt, dan, die journalist die zit hier te kakken. En de vraag die wordt verkeerd gesteld. Maar dat is Peter Bos. Maar ja, misschien dat hij wat invloed kan uitoefenen op de spelers van Ajax. Om weer de grote successen binnen te halen. Een trainer die de spelers beter maakt. Ja, trainer die de spelers beter moet maken. Ja, dat is het motto. En niet met statistieken, want ze hebben natuurlijk nu weer een man binnengehaald bij Jong Ajax. Marcel Keizer.
Die is bij Telstar weggegaan en daar heb ik gehoord dat hij alleen maar leefde van de statistieken. Die had het als een speler 2 voorzetten had gegeven en er was er 1 ingekopt, dan was hij verzekerd voor de volgende wedstrijd dat hij weer speelde. Maar zo werkt het niet. Eet je wel eens vis? Ik eet wel eens vis, ja. Ja. Viskraam ook? Bij een viskraam? Bij een viskraam ook, ja. Heb je lekkere vis of niet? Ja, Arie, jongen, dat is fantastisch, jongen, die kraam. Als ik bij Arie kom, ik woon in de Velsenbroek, hè, dan kom ik bij Arie en bij Klaas-Jan kom ik dan. Dan staat er een rij, jongen, een rij. Dat is ongelooflijk. Zijn ze zo langzaam? Of, Nee. Wij hebben niet zo'n grote markt in de Velsenbroek, hè. Dan heb je een groenteboer, een notenbar en een kaasboer en een aardappelboer. En op het einde, dan heb je nog een, dat was met kleding, eentje met BH's of zo. Een BH-boer. En dat is zomaar 50 meter, 50, 60 meter. Dus dan nog even mensen, als je achteraan aan moet sluiten, dan sta je gewoon bij de BH's. Ik vind het niet erg, hoor. Ik vind het niet erg. Hè? Vis bij koopvis bij de Graaf. Ja. Ik wou bijna zeggen, het half uur zit er bijna op. We kunnen natuurlijk wel een uur lullen. Maar straks dan gaan we met z'n vieren nog aan tafel zitten. Want als het goed is komt Joeri Mulder nog en Roelof Luijgen zit er al klaar voor. Kan ik het niet die avond vullen, joh, vanavond. Want ik heb nog wel meer verhalen, hoor. Je krijgt straks nog de ruimte om veel meer verhalen te vertellen. Dat hoop ik in ieder geval wel. Dan gaan we nog even praten over het Nederlands elftal. Want het gaat ook heel goed met ons. Morgen begint de EK, maar dan niet met Oranje. Hey, super dat je de eerste half uur voor ons onze gast hebt willen zijn. We gaan een biertje drinken en over 10 minuten dan gaan we verder met Roelof Luijgen. Dankjewel. Prima.